Leerdoel: Debiteurenbeheer. Nu zal ik een vraag op het niveau eindbaas uitwerken met het onderwerp debiteurenbeheer. De onderneming Centurion BV zit vaak in de financiële problemen omdat klanten de betalingstermijn van 50 dagen overschrijden. Hierdoor is een onderzoek gestart naar de betalingstermijn. Alle verkopen worden contant of op rekening betaald. Van alle verkopen op rekening deze maand moet er nog 10.000 euro worden betaald. Van de openstaande verkooprekeningen eind vorige maand is er 5.000 euro deze maand afbetaald. De gegevens over de verkopen, de contante verkopen en het beginsaldo debiteuren en de BTW zijn bekend. Gevraagd: bereken de gemiddelde krediettermijn van Centurion BV in deze maand. Om de gemiddelde krediettermijn te berekenen moet het gemiddelde debiteurenbedrag bekend zijn. Hiervoor moet het eindsaldo van de debiteuren berekend worden. De verkopen op rekening zijn ook niet bekend en moeten dus berekend worden. Voor het antwoord wordt daarom het volgende stappenplan doorlopen. 1. Bereken de verkopen op rekening. 2. Bereken het eindsaldo van de debiteuren. 3. Bereken het gemiddelde debiteurenbedrag. 4. Bereken de gemiddelde krediettermijn. Het percentage contante verkopen is bekend en bedraagt 45%. De overige verkopen zijn gedaan op rekening. De verkopen op rekening zijn dus 55% van de totale verkopen van 20.000 euro en zijn gelijk aan 11.000 euro. Voor het eindsaldo debiteuren is het bekend dat er 10.000 euro bijkomt van de verkopen op rekening en dat er 5.000 euro is betaald dat betrekking had op facturen van afgelopen maand. Het eindsaldo debiteuren is dus 25.000 euro plus 10.000 euro minus 5.000 euro is 30.000 euro. Met de gegevens die nu bekend zijn kan het gemiddelde debiteurensaldo berekend worden. Hiervoor deel ik de som van het beginsaldo en het eindsaldo van de debiteuren door 2. Het gemiddelde debiteurensaldo is dus 27.500 euro. Nu kan de laatste berekening voor de gemiddelde krediettermijn worden berekend door het gemiddelde debiteurenbedrag te delen door de verkopen op rekening en te vermenigvuldigen met 30 dagen. Let op, aangezien de verkopen op rekening een maand betreffen Wordt in dit geval met 30 dagen vermenigvuldigd in plaats van met 365 dagen. De gemiddelde krediettermijn is dus 75 dagen, en dit is inderdaad hoger dan de betalingstermijn van 50 dagen. Dit is het antwoord op deze vraag.